Is het toch eigenlijk niet veel leuker om gewoon langs de kant van het water te staan? Dat is heel erg leuk. Aan de andere kant, ik doe dat 23 jaar en je neemt zo'n beslissing niet voor niets. Die neem je wel overwogen, dan kijk je 4 jaar verder. Wil ik dit? Kan ik dit? Moet ik dit nog 4 jaar doen? Waar liggen de grootste kansen voor je eigen ontwikkeling, maar ook die van het Nederlandse zwemmen? Ja, en dan kom ik er niet onderuit om deze beslissing te nemen. Dat is voor mij de enige juiste. Nog geen jaar geleden besloot Jacco Verharen te stoppen als zwemcoach van de Nederlandse Zwembond. Nu vertrekt de 44-jarige zwemtrainer als technisch directeur van de Nederlandse Zwembond, de KNZB. De man achter de grote successen van onder andere Inge de Bruin, Pieter van der Hogeband en Ranomi Kromowidjojo gaat in dienst van de Australische Zwembond. Zijn contract gaat in op 1 januari 2014.